laat je de jeugd doen in de herfstvakantie? Ja, ze kunnen van alles doen. Ze kunnen gaan spelen. Maar ze kunnen ook een beetje het voetbal leren. Bij voetbalvereniging Gemers, daar zijn 3 dagen de jeugd onder 13, onder 12, onder 11 en onder 9, nou onder 10 moet ik zeggen, bezig met een spelletje voetbal. Werner Smits organiseert dat al een aantal jaren. Hoeveel jaren gaan we zo meteen eventjes vragen? De jeugd is bezig, zowel op het voetbalveld als in de sporthal. Dus gaan wij kijken wat zij kunnen leren. Terwijl de jeugd geniet van een banaantje en een glaasje drinken, Werner Smits. Ja, de jeugd van Gemert en omgeving bezig met een cursusje voetbal? Ja, fijne clinic. Vooral gebaseerd natuurlijk op het plezier bij de jeugd. En daarnaast proberen we op het gebied van techniek en samenspel zeg maar, de kinderen ook iets bij te brengen uiteraard. Voor de hoeveelste keer wordt dit gehouden? Dit is het derde jaar dat we dat organiseren in samenwerking met Gemert. En wat was de aanleiding? Ja, eigenlijk de aanleiding was gewoon dat we zelf een voetballiefhebber zijn. En samen met Michael Bots en Frank van der Heuvel ook voetballiefhebber zijn. En ook actief binnen Gemert, zeg maar. Hebben we gewoon het initiatief genomen om eens te kijken of dat Gemert leuk vond om een clinic te gaan organiseren. En dan leer je de jeugd een beetje techniek bijschaven? Ja, zeker. Onder andere, zeg maar. We hebben de lichtingen verdeeld, zeg maar. De J onder 13, 12, 11 en dan de 10 en 9. En proberen zeg maar wat techniekvormpjes toe te passen en allerlei dingetjes aan te leren. Maar ja, ook een beetje een spelelement denk ik, hè? Ja, zeker. We hebben de dagen een beetje verdeeld. In de ochtenden doen we de techniek onderdelen. En in de middag proberen we dat toe te passen in de spelonderdelen. Hoeveel kinderen doen eraan mee? We hebben op dit moment 72 deelnemers voor dit jaar. En dat is meer dan andere jaar? Nee, is eigenlijk gelijk. We zitten elke keer 2, 3, 74 ongeveer. Dus leuk animo. Dus in de herfstvakantie is er bij voetbalvereniging Gemert elk jaar, of zeker nog de komende jaren, dit initiatief? Ja, zeker. Dit gaan we zeker voortzetten. En we hopen ook uiteindelijk zeg maar, dat er ook meer spelers uit de regio zeg maar, gaan deelnemen. We hebben nu ook een aantal deelnemers uit de regio. Bijvoorbeeld vanuit ASV. We hebben ook al jongens vanuit Elsendorp gehad en vanuit De Mortel. En we proberen het nog breder weg te gaan zetten. Dat nog meer dorpen rondom Gemert actief kunnen gaan deelnemen. En zit er ook al potentieel wat talent tussen voor Gemert 1? Nou ja, goed, het is nog heel erg jong, maar er zijn ook een aantal deelnemers hier aan de Gemertse voetbaldagen die onder andere bij de jeugdopleiding van PSV bijvoorbeeld deelnemen. Ja, dat is wel altijd leuk natuurlijk en dat stimuleert die andere kinderen ook uiteraard. Respect in het voetbal hebben? Ja, dat zeker. Respect in het voetbal, maar ook buiten het voetbal en naar de medespelers toe, maar ook naar de leiding en alle vrijwilligers natuurlijk. Want ja, die zijn er heel erg veel en daar zijn we heel erg blij om dat die ook weer actief bezig zijn. Dus leuk. Het blijft toch mooi sportelijk, hè? Ja, het blijft altijd leuk. Het zit altijd in het hart. Dat blijft kriebelen.